Hele goede morgen, lieve mensen. Het is vandaag woensdag. Ja. Yeah. En vandaag komt de fysio weer langs. En dat betekent dat ze even gecheckt worden op hun motoriek, op hun voorkeurshouding. Kijken of hun hoofdjes nog goed zijn, als in de vorm van hun hoofdjes. En kijken hoe ver ze al zijn met de ontwikkeling. En tot nu toe was het elke keer gewoon goed, hè, dames? Ja, het was elke keer gewoon goed. Dus we gaan ervan uit dat het vandaag ook gewoon weer goed is. Ik ga deze baby zo even in de box leggen. Dan ga ik even douchen. En dan hoop ik dat ze zich weer een beetje stilhouden. Het wordt vandaag 30 graden, dus ik ga vandaag niet naar buiten, want ik weet niet. Ja, het kan gewoon gevaarlijk zijn als je met zulk warm weer en je baby's naar buiten gaat. Dus ik blijf vandaag lekker binnen. En we gaan ons hier gewoon lekker vermaken, hè? Bebes? Hé, bebes? Ja. 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 En ik denk dat ze echt een beetje last van hun tandjes hebben. Ze lopen ook al te kwijlen de hele tijd. Maar ook de hele tijd die tong uit te steken. En als jij last hebt van je tanden, dan ga je ook de hele tijd met je tong erheen. En ik denk dat hun tong dus de hele tijd naar hun voortandjes gaat. En dat ze daar de hele tijd aan lopen te voelen. Dat denk ik. Oké, nou, ik ben ondertussen de was aan het doen. De baby's die lijken wel heel erg veel dorst te hebben. Ze zijn echt om het uur een beetje aan het huilen en aan het zeuren. Ja, om een flesje. Dan geef ik ze nu maar een flesje met water. En omdat ze ja, gewoon een beetje bij zich houdt, kan ik hem gewoon zo geven. Ja, en ondertussen ben ik dan even de was aan het doen. Want dat was echt ook weer uit de hand gelopen. Er zit nu nog een was in de droger. Die wordt nog gedaan. En in de tijd dat ik de was aan het doen ben, ben ik ook een klein beetje liedjes aan het zingen voor de baby's. Want ik zit dan hier een beetje in het midden en de baby's zitten daar. En ik zing dan liedjes. Nou, helemaal geweldig vinden ze het. Dit heb ik allemaal opgevouwen. Dit moet opgehangen worden. Dit hoeft niet opgevouwen te worden. Dit ook niet, dit ook niet. En dat moet ook opgehangen worden. En dan de rest is hier opgevouwen en dat moet alleen nog opgeruimd worden. Er werd mij laatst gevraagd door moeder: word jij nou nooit gillend gek van de tweeling? Geloof me, ik word wel eens gillend gek. Als dit al een uur aan de gang is, ik denk dat niemand daar echt heel goed tegen kan. Ja, ik weet niet wat ze vandaag hebben. Ze hebben vandaag echt alleen maar gehuil bijna nog. Lastig. Nou, inmiddels is alle was opgeruimd. Alleen dit hoeft nog maar in de was. En dan heb ik nog zo een hele grote stapel weggewerkt. Echt niet normaal. En nu is het tijd voor een groentehapje. Ja! Yeah! Ja! Yeah! Dus we gaan ze weer even eten geven. Ze hebben vandaag echt gewoon ook veel dorst, denk ik. Het is natuurlijk super warm. En ze blijven maar vragen om de fles. Marley vindt water ook echt niet lekker. Dus dan doe ik heel veel water. Zeg maar, ik maak gewoon 200 ml water. En dan doe ik er één schepje melk bij voor de smaak. Dan ineens drinkt ze het wel. Maar Luna die drinkt nu gewoon. Die heeft al vandaag een fles water op. Kijk die schattige rode wangetjes nou, hè. Ja. En bij Marley ook. Oké, we gaan even een groentehapje geven. Even een lekker groentehapje. Ja! Oh, wat zijn we blij. Wat zijn we blij, hè? Zo schattig als ze dit doen. En het hapje wat ze vandaag weer krijgen is weer hetzelfde als gisteren. Dus bloemkool met een beetje aardappel. Lekker, hè? Lekker vinden ze het niet. En, maar ja, ze moeten gewoon nog heel erg aan de smaak wennen. Het is weer een hele nieuwe smaak die ze natuurlijk weer moeten leren eten. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. En Luna eet het wel redelijk weg. Ja, Luna wel, hè? Marley wat minder. Maar goed. Nou, gelukkig was met de fysiotherapeute, die heeft weer naar de baby's gekeken en gelukkig was alles goed. Sterker nog, hun nekje is heel erg sterk en hun rug is ook heel erg sterk. Sterker dan een baby van 3-4 maanden. Maar voor de rest lopen ze gewoon met alles op schema, dus dat is heel erg fijn. En liefje, waar ben jij? Ja.
De snap of the day vandaag is, waar we nu even heen gaan. Hey Darcy en Thomas, wat willen jullie later graag bereiken met jullie meisjes? Oeh, dat is een lastige vraag, omdat... Ik denk dat die ook een beetje verkeerd geformuleerd is. Ja, wat wil je dat je kinderen laten bereiken? Ik denk dat dat, ja. Want, wij hoeven niks met onze kinderen te bereiken. En onze kinderen hoeven ook niet per se iets te bereiken van mij, als ze maar gelukkig zijn. Ja, als ze maar gelukkig zijn, inderdaad. Dat klinkt heel cliché, maar dat is echt wel gewoon wat het is. En van mij hoeven ze geen carrière, van mij hoeven ze hun school niet eens af te maken. Oh, laten we dat niet zeggen. lieve Marley en Luna, waarschijnlijk kijken jullie terug nu jullie ouder zijn. Dit heb ik niet gezegd. Nee, kijk, ik weet ook wel dat je beter je school af kunt maken, zodat je kunt doen wat je wil. En zodat je gelukkig bent. Daar is vooral belangrijk voor. Ja, ik heb niet gevonden wat ik wou in mijn school. Nee. Dus heb ik het ook niet afgemaakt. Nee, goed verhaal. Wat mij betreft hoeven wij niks te bereiken met onze kinderen. Maar wil ik wel dat ze gewoon gelukkig zijn. En of dat nou op school is of niet op school. Of dat nou... Maakt niet uit wat voor beroep, als ze maar gewoon gelukkig zijn. En ik denk dat dat wel het belangrijkste is wat wij onze kinderen ook mee willen geven. Doe gewoon wat jou gelukkig maakt. Maakt niet uit wat het ook is. En we zullen je er gewoon in steunen. Ik hoop dat wij weer een duidelijk antwoord hebben gegeven op de snap of the day. En dan zien we jullie gewoon morgen weer om 6 uur met een nieuwe vlog. Vergeet ook vooral niet te abonneren op ons. Ons te volgen op Instagram. Thomas houdt zijn Instagram tegenwoordig ook bij. Zijn Instagram is InstaThomas. Dus als je daar benieuwd naar bent, check het eventjes. En mijn Instagram is Darcy Lazar. Ik post regelmatig Insta stories en Instagram foto's. En op Snapchat snappen we tegenwoordig ook veel. En dat is snapstellig. Dus volg ons daar allemaal op. Heel vol verhaal. Oké. Tot morgen. Doei.